Een buitenplaats is eigenlijk een plek waar het geld uitgegeven wordt, wat dan verdiend is in de stad. Nou, vandaar ook dat je een hoofdgebouw had, dat moet ook echt laten zien als het ware. Van nou, deze eigenaar die laat een beetje breed hangen, zeg maar. Ik ben Peter van den Dool, partner van Samen Investeren. Wij zijn een investeringsnetwerk. Onze Ralf is een ras-echte netwerker. Die praat met gewoon heel veel mensen. Dus die kreeg op een gegeven moment naar zich toe van een van de directeuren op de Beukhorst van joh, de stichting die dit vastgoed beheert, die wil daar vanaf. En wij zijn toch wel bang dat als dat verkocht wordt, dat betekent dat de huurcontracten opgezegd gaan worden met onze huurders. Dus we hebben met de stichting na gaan denken van hoe kunnen we dit pand, wat als je er gewoon eerlijk naar kijkt, gewoon best een flinke, forse kostenpost heeft op de exploitatie. Hoe kun je dat nou gewoon op zijn minst kostenneutraal exploiteren? Maar bijvoorbeeld één stichting, die gebruikte de hele begane grond. Er werd eigenlijk maar de helft echt van gebruikt. Nou, dan zul je dus veel beter gebruik moeten maken van de vierkante meters die er zijn. Dan zul je als stichting na moeten gaan denken, welke ruimte hebben wij echt nodig voor onze primaire functies? En Martijn kennende is hij dan de man die gelijk even wat schetst en gewoon meekijkt. En ook daar heel makkelijk in is van, joh, kijk even mee en misschien kan ik wat betekenen. En op die manier zijn we met de Beukhorst gewoon samen de stad gegaan. En het mooie was dat wij, toen we met Toba gingen kijken naar de plattegronden, zoals ze vroeger waren en nu, dat we eigenlijk in de oudere plattegronden heel goed de functies kwijt konden die nodig waren op de Beukhorst. Dat wil zeggen dat de begane grond was eigenlijk één grote open ruimte, er was zelfs een boekhandel geweest vroeger. Als je daar weer de centrale hal terug zou brengen met de kamers, ja, dan zou je die de functie van vergaderkamer kunnen geven en de achterkamers juist meer van kantoren. Nou, dus dan, als je nu binnenkomt op de Beukhorst, dan krijg je eigenlijk weer de indruk hoe het vroeger was. Dus nou, natuurlijk hebben we dat op een moderne manier gedaan met glas. Met donker aluminium, met een mooie PVC-visgraadvloer en dergelijke. Met mooi houtwerk, wat weer mooi in een goede kleur is geschilderd. Van binnen merk je als mensen daar voor het eerst komen, zeggen wow, dat had ik niet verwacht. Hè? Hoe mooi het er weer uitziet. Nou, zeker als je daar nog naar het souterrain gaat, daar heb je gewoon de gewelven zeg maar, van vroeger. Nou, dat was eigenlijk gewoon oude bende. Dat was wat opslag en het werd gewoon niet gebruikt. En nu zijn er ook mooie overlegruimtes. Zeg maar een pand aanpakken, dat is één. Daar zien we ook de expertise van Toba heel duidelijk. Dat als het gaat om monumentale panden, dat ze gewoon goed weten hoe je dat doet en wat er wel en niet kan. Wat mij verrast was, is gewoon eigenlijk wat Martijn biedt zeg maar, voor wat hij vraagt. Dus hij maakt echt de slag bijvoorbeeld naar het 3D van het pand. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht nou hele mooie gedetailleerde plattegronden enzovoort. Maar wij hebben uiteindelijk ook gewoon het hele pand in 3D. En dat zorgt ervoor dat je een heel aantal dingen waar je misschien anders een verrassing had. Dat was geen verrassing, want alles stond gewoon op tekening. En ook in het 3D-model.